Politiek, je kunt er geen touw meer aan vastknopen. Je zou het soms wel denken. Krant en tijdschrift wijzen voortdurend de naar hun oordeel verkeerde beslissingen aan. De ongezouten kritiek is niet van de lucht. Een versterkt koor voor het zingen van het refrein "Het gaat fout in Nederland" is direct bij de hand. Lang leven het onbehagen. Komt de bevolking van Nederland iets verder met deze zwartkijkers, met deze kampioenen van de ontevredenheid? Ik dacht van niet. Trouwens, politiek is geen besmette zaak waar je met een grote boog omheen loopt. Er bestaan wel mensen met verkeerde ideeën, met onjuiste aspiraties, mensen met minder mooie bedoelingen. Het is daarom ook zo belangrijk op welke mensen je op 15 februari zult stemmen. Al even belangrijk is de vraag: wat willen die mensen? Willen ze aan de ene kant belastingverlaging en aan de andere kant ook uitbreiding van het wegennet, meer woningen, meer mogelijkheden voor sport, voor ontspanning, voor ontwikkelingshulp? Dan zegt de AR: dat kan niet. Dat is duidelijkheid in de politiek. Je kunt niet tegelijk bezuinigen en versneld noodzakelijke voorzieningen uitvoeren. Antirevolutionairen hebben een open oog voor de knelpunten die er ontstaan door het feit dat ons landje zo klein is en zo vol. Dat vraagt om een geheel eigen aanpak. Dat vraagt offers. De AR schrikt daar niet voor terug. Wat willen de antirevolutionairen? We zijn in feite gelukzoekers. We zweren niet bij het oude en hechten niet aan iets omdat het er al zo lang is. Het kan altijd beter. We werken aan een wereld waarop mensen wonen die weer welvaart en een beetje geluk zullen kennen. Aan een samenleven van volkeren dat door rechtsnormen wordt beheerst. Al wat zwak is, ligt ons na aan het hart. Het is niet zomaar dat de anti's zulke verstrekkende gedachten over ontwikkelingshulp hebben. Christenen zoeken in de politiek iets terug van het geluk uit het verloren gegaane paradijs. De AR aanvaardt als evangelische volkspartij Jezus Christus als de koning over het leven. Zij aanvaardt ook de opdracht te werken aan een samenleving die weer de trekken van zijn beeld vertoont. Daarom zijn de normen uit het evangelie haar uitgangspunt. Dat evangelie bezielt haar met vurig elan. Een radicale doorwerking daarvan brengt diepgang, brengt vaart in de politiek. Dat wat in het liedje zo aardig klonk, de eerste uit het rijtje en een geste voor analfabeten, kan de doorslag niet geven. De kiezer laat zich zo niet van de wijs brengen. En terecht. Woorden moeten waargemaakt worden. Onze politiek is geen politiek van goede mensen. Het is wel de politiek met het goede uitgangspunt. De AR staat voor een radicaal beleid vanuit een duidelijke visie. Het gaat om de harmonie in de samenleving. Elke stem op lijst 4 brengt ons een stap verder in de goede richting. Ik kies dat partijtje, de eerste uit het rijtje, alfabetisch geschoold als ik ben. Voor analfabeten die dat niet zo weten, een vriendelijke geste, de eerste, de beste die ik ken. En omdat de vice-minister-president, die je zojuist hoorde, het zelf niet zeggen kan, zeggen wij het erachteraan. Stemt AR, lijst 4, Biesheuvel, een evangelische volkspartij.